In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, één God. Amen. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Door het Vasten en Bidden. En vandaag gaan we naar de volgende zin kijken in het gebed van de breking. Door het vasten en bidden hebben de apostelen bewerkt dat ze hebben gepredikt aan alle volkeren. Het vasten en bidden was een essentieel onderdeel waardoor de apostelen het voor elkaar hebben gekregen om te prediken aan alle volkeren. Het was dus van essentieel belang dat zij dit konden, het vasten en het bidden, voordat zij konden prediken. Waar hebben zij dat geleerd? Van de meester zelf, van de grootste meester, de Heere Jezus. De Heere Jezus heeft hun voorgedaan hoe hij heeft gevast en hoe hij heeft gebeden. Door te vasten 40 dagen in de wildernis en de duivel te weerstaan. En vervolgens zien we ook hoe hij aan het bidden was en de reactie van de discipelen die om hem heen waren terwijl hij aan het bidden was. Hij heeft gevast in de wildernis terwijl hij alleen was. Maar wat duidelijk is, omdat het opgeschreven staat door de schrijvers van de evangelie, is dat de Heer Jezus het heeft gehad over zijn vasten bij zijn terugkomst nadat hij uit de wildernis terugkwam. En hij vertelde ze uitvoerig hoe de duivel hem probeerde te verleiden tijdens zijn vasten en hoe hij alles wat de duivel hem voorlegde weerlegd heeft. De duivel heeft hem proberen te verleiden op het lichamelijke niveau, op het niveau van het verstand en op het niveau van de geest. Met dingen die heel logisch klinken. Zoals, eet het brood, doe die stenen veranderen in brood. U bent almachtig, eet het brood, want je hebt honger. Daar is niks mis mee. En zo klinkt het heel vaak in de wereld. Alles wat wij met onze wereldse gedachten denken, klinkt heel logisch. Maar kan tegen de wil van God zijn. Dus door te vasten, hebben de apostelen geleerd, door het vasten te leren, hebben zij geleerd om hun eigen gedachten los te laten omwille van het dienen en God aan het woord te laten. In het gebed zien wij vervolgens in Lucas hoofdstuk 11 vers 1 het volgende. En het gebeurde toen hij ergens aan het bidden was, dat was de Heer Jezus, dat een van zijn discipelen tegen hem zei, toen hij ophield, Heere, leer ons bidden. We zien hier een discipel die onder de indruk is van het gebed, zo ernstig onder de indruk, dat er expres staat opgeschreven toen hij ophield. Pas toen de Heere Jezus ophield met bidden, durfde de discipel zijn mond te openen en hem te vragen, leer het mij. Hij heeft iets gezien wat zo krachtig is. Het gebed tussen de Zoon en de Vader, zo prachtig en indrukwekkend, dat hij dat wilde leren. En tijdens het gebed hij niet durfde te spreken. Dus vervolgens leert de Heere Jezus aan zijn discipelen hoe ze moeten bidden, wat belangrijk is, dat ze afstand nemen van alles, dat ze in hun binnenkamer gaan en het Onze Vader gebed. Dus de Heer Jezus heeft zelf geleerd aan de discipelen hoe zij moeten vasten en hoe zij moeten bidden. In het gebed bereiken wij door met onze God te spreken de absolute waarheid, omdat God de absolute waarheid is. En zo krijgen wij steeds meer inzicht om in ons dienen te gebruiken. Dus door het vasten, het loslaten, en door het gebed inzicht en waarheid in wat het belangrijke is om te doen in het dienen. Dan een praktisch voorbeeld van de apostelen zelf. In Handelingen hoofdstuk 6 staat een probleem opgeschreven. De apostelen waren er om het woord van God te verspreiden onder alle volkeren. Het probleem wat opgeschreven staat in Handelingen 6 gaat over de Hebreeën en de Grieken. Die hadden mot met elkaar, want de Grieken die waren boos, want de Hebreeën die gingen altijd voor bij het uitdelen van het eten. De weduwe die hadden zelf niet om te voorzien in hun eigen voedsel, dus kregen zij dat uitgedeeld. En de Hebreeën gingen daarin altijd voor en de Griekse weduwe die kwamen pas achteraf. En die waren daar boos over en die hebben daarover geklaagd bij de apostelen. Als apostel, iemand die in de naam van God ambassadeur is in de wereld en het woord van God moet verspreiden, denk je, dit is toch een onbenullig klein probleem. Maar zo dachten de apostelen niet. Die vervuld waren door het vasten, lieten God eerst aan het woord voordat zij dachten of spraken. Dus zij hielden dat in, ze hebben dat niet gezegd. En wij zien dan hoe zij reageren in vers 2 en 3. Ze zeggen, het is niet behoorlijk dat wij nalaten het woord van God te verkondigen om de tafels te dienen. Zie daarom uit, broeders, naar 7 mannen uit uw midden, van wie men een goed getuigenis geeft, vol van de Heilige Geest en van wijsheid, die wij voor deze noodzakelijke taak zullen aanstellen. Dus ze beginnen te zeggen van,
We hebben een duidelijk doel voor ogen. En dat duidelijk doel is ons ingegeven door het gebed en door het vasten. Dat laten wij niet los, omdat er nu een probleem op ons pad komt. Tegelijkertijd zou een apostel denken, ik ben de uitverkoren persoon om mensen aan te wijzen om dit probleem op te lossen. Maar we zien hier nederigheid en loslaten van elk wereldse hiërarchie of gedachte van zichzelf. Doordat ze zeggen tegen het volk, kies 7 man uit met dit en deze criteria, zoals vol zijn van de Heilige Geest en van wijsheid, en breng ze naar ons toe. En zij noemen het probleem voor deze noodzakelijke taak. Zij geven het belang aan de taak. Zij geven de mensen om hun heen ook nog dat zij gehoord zijn. En dat hun problemen, ook al lijken die heel klein, belangrijk zijn in hun ogen. En belangrijk zijn in het dienen. Wat zeggen ze verder? Vanaf vers 4 lezen we. Wij echter zullen volharden in het gebed en in de bediening van het woord. Terwijl jullie aan het kiezen zijn, volharden wij in het gebed. Het volk dan, zij leidden hen voor de apostelen die ze hadden uitgekozen. En die legden hun, nadat zij gebeden hadden, de handen op. Opnieuw, het gebed voordat ze handelen. En dit is wat we zien, dus wat de apostelen ons voordoen. Ze hebben het geleerd van de meester om het vasten en bidden voorop te zetten in het dienen. En dat passen zij ook zelf toe. We zien dat ze bidden, dat ze hun taak niet loslaten. Vervolgens, als die 7 mannen hun voorgelegd zijn, gaan ze opnieuw bidden voordat zij zegenen. En het resultaat staat in vers 7. En het woord van God verbreidde zich en het aantal discipelen in Jeruzalem nam sterk toe. En een grote menigte priesters werd aan het geloof gehoorzaam. Dus door de aandacht voor dit kleine probleem wat ik als mens met mijn wereldse gedachten misschien zie als onbenullig, door de aandacht eraan te geven, door te bidden, door mijn eigen gedachten los te laten, doordat de apostelen dat hebben gedaan, hebben zij bereikt dat uit dat kleine probleem 7 aartsdiakenen zijn gevormd. Die 7 aartsdiakenen die hebben ervoor gezorgd samen met de apostelen dat het geloof nog meer verspreidde in Jeruzalem en dat het aantal de zielen van het volk van God sterk waren toegenomen. Samenvattend, wat leren wij vandaag? Gebed is iets wat wij kunnen leren. Het vasten is iets wat wij kunnen leren. Het komt niet uit onszelf of uit mijn goedheid. Het is niet iets wat ik kan perfectioneren door te trainen als in de sportschool. Het is iets wat ik uit nederigheid ontvang wanneer ik train daarin. Van de Heere God zelf, die het eerst aan de discipelen heeft geleerd en ook aan ons. We leren in het vasten het loslaten. Het loslaten van mijn wereldse gedachten die heel logisch klinken. Het loslaten van waar de duivel mij probeert te verleiden, wat ook weer logisch klinkt in mijn hoofd, om God aan het woord te laden. En in het gebed is er de waarheid, de absolute waarheid van God die tot ons komt. En zo kunnen wij steeds beter het woord van God dienen in ons dienaarschap. Dus deze vers, dit deel van het gebed, gaat over het dienaarschap. En het gebed van vandaag ging verder met de zin, door het vasten en bidden hebben de apostelen bewerkt dat zij hebben gepredikt aan alle volken. Dit was weer een aflevering van Door het Vasten en Bidden. Wij zien jullie graag bij de volgende keer.